Hi tweeling, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 48. Dat is van maandag 28 november tot en met zondag 4 december. En dan staan de kaarten schud om te kijken wat week 48 voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof je misschien deze week even een uitdaging kan hebben voor jezelf. Het lijkt alsof je wat in het verleden terugkijkt naar bepaalde zaken, hoe ze misschien geweest zijn of wat je misschien zelf belangrijk vond. En je merkt bijvoorbeeld dat daar eigenlijk een bepaalde verandering in zit. Daar kan zijn dat je echt een uitdaging hebt van hoe is het zo kunnen veranderen of waarom sta ik eigenlijk nu ineens waar ik sta, hoe heb ik het kunnen laten gebeuren. En daar mag je best wel even mee stoeien voor jezelf om tot in de conclusie te komen waar je eigenlijk wel heen wil. En ik heb ook het idee dat er bepaalde plannen zijn, juist op het stukje waar je over na bent gaan denken, die niet meteen te veranderen zijn. Hè? Iets kan heel langzaam gegaan zijn en nu mag je het eigenlijk weer in werking zetten om naar een bepaald plan toe te werken. Het gaat niet in één dag, hè? Dus ik neem maar even als voorbeeld bijvoorbeeld als je af wil vallen en je moet 10 kilo afvallen, dan heb je daar gewoon even de tijd voor nodig. Maar dat betekent niet dat je niet vandaag kunt beginnen. Juist vandaag beginnen zorgt ervoor dat je weer een dag eerder klaar bent met het resultaat wat je wilt gaan doen. He, dus het heeft zeker resultaat op het moment dat je ergens iets gaat inzetten. Het is alleen wel belangrijk om die stappen te gaan zetten. Want ooit zal die eerste stap moeten zijn om die verandering te moeten gaan laten plaatsvinden. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.